Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de week van Lucia Martos. Ik sta hier in Groningen op de Grote Markt naast de Martinitoren. Mijn naam is Anne Kunst, ik ben 21 jaar, ik zit nu in HBO 4 van Amsterdam. En ik neem je vandaag mee. We beginnen vandaag bij de twee dance brothers, Ryan en Andrew. Let's go! Yo, what's up mensen? Mijn naam is Ryan. Ik ben 18 jaar oud en ik zit in MBO 2 van Groningen. Mijn naam is Andrew en ik zit in MBO 1 in Groningen. Hoe is het met jullie? Ja, het gaat heel erg goed. We zijn gewoon lekker bezig met trainen en gewoon een beetje de tijd doorbrengen met elkaar. Ik heb dit jaar best wel veel geleerd, veel nieuwe dingen ook. Gewoon veel nieuwe stijlen en het is nu wel dat ik gewoon een beetje de baas ervan heb geleerd. Het is ook een soort van motivatie dat ik volgend jaar nog harder ga knallen en dat ik nog meer ga oefenen daarvoor. Als je straks alles mag doen, wat is dan het eerste wat jullie gaan doen? Het eerste wat we gaan doen is een freestyle sessie houden. Ja? Ja, zeker. Met alle mensen zo waarmee we altijd freestylen, jammen en zo. Daarmee gewoon weer even lekker party en buiten met z'n allen. Volgend jaar ook, net zoals Andrew zegt, keihard knallen. Net zolang totdat alles gewoon perfect is. En ja, mensen ons ook echt gaan zien en weten wat we kunnen. Ons gaan vragen voor alles. Dus ja, eigenlijk doorgaan. Wat maakt Groningen nou zo leuk? Ja, dat het... Oké, wacht. Dit is trouwens Olivier. Hij zit in het vierde jaar, het eindexamenjaar van Lucia Martos in Groningen. Gewoon zo'n heerlijke studentenstad is en dat je hier superveel leuke dingen te doen hebt en dat je vooral in de zomer lekker met het open dak hier rond kan rijden. Dat vind ik top. Hoe houd jij je contacten met de medeleerlingen? Ja, voor mij is dat eigenlijk niet zo moeilijk, want die zie ik namelijk elke dag. Hallo. Dit is Laura en dat is mijn vriendin. Hoi Laura. Hallo. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Jij zit ook bij ons op school, toch? Is het niet raar dat jullie samen op dezelfde school zitten en hetzelfde doen? Nee, voor ons werkt het eigenlijk hartstikke goed. Omdat we elkaar heel erg kunnen motiveren en stimuleren. En we weten allebei wat we doen en wat we willen doen. Dus ja. Dat is wel heel fijn. Inderdaad. Het werkt juist alleen maar als je in hetzelfde wereldje zit. Dan begrijp je het ook als het ene geen tijd heeft of zo. Oh, chill. Yes. Want wat doe jij om de dag door te komen? Het belangrijkste vind ik eigenlijk om veel te blijven trainen. Dus fit te blijven. Dus ik doe 's ochtends altijd cardio training en 's avonds doe ik altijd krachttraining. Zodat ik alles eigenlijk een beetje train. Dus dat is voor mij het fijn. Don't let this be our final song. Nou, ik ga er vandoor. Yes, veel plezier bij Robert. Dankjewel. Hey! Hello. My name is Elder Price. Huh? Nee, je bent Robert. Oh, ja. Yeah. Oh. Claro. Hola, yo me llamo Robert y estoy en el segundo año de Lucia Martos Robert, in Groningen. Dit kunnen de mensen niet verstaan, hè? Oh, ja, tuurlijk. Hallo, ik ben Robert en ik zit in mijn tweede jaar van Lucia Martos in Groningen. Als jullie hebben gemerkt, ik kom uit Venezuela oorspronkelijk. Daar spreken we Spaans. En daar heb ik ook Engels geleerd. Dus als jullie... Dus Nederlands is heel lastig voor mij eigenlijk. Net in het begin was jij verkleed. Waarom was dat? Nou, we zijn nu bezig met een stuk in Groningen.
Groningen! Ja, dus dat stuk ging over de musical van The Book of Mormon. Dat stuk van Hello! Hoe kom jij je dag door? Nou, eigenlijk met muziek. Ik ben bezig met muziek produceren. Met mijn eigen tracks aan het maken, doen. Ik zing zelf. Que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida. Nou, dat was het dan maar weer, de week van Lucia Martels. Super tof dat je hebt gekeken. En echt leuk hè, die moves van Andrew en Ryan en die workout van Olivier en Laura. Ik hoop je volgende week nog een keer te zien. Maar vergeet niet deze video te liken en je te abonneren op dit kanaal. Want dat is voor ons super belangrijk. En stay okay. Doei doei! Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías. Que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la